Anders. Een naaktfoto verspreiden of een video online zetten van iemand die daar niet om gevraagd heeft. Het gebeurt vaak onder pubers en steeds vaker. Ja, 12% van de jongeren nu heeft wel eens een naaktfoto of een seksfilmpje van zichzelf naar iemand gestuurd. Bijvoorbeeld naar een vriendje of vriendinnetje. Maar soms ook naar onbekenden via chats. En dat is een enorme toename in een paar jaar tijd. Want in 2012 verstuurden nog maar 5% van de jongeren zulke foto's en filmpjes. Het versturen van naaktfoto's lijkt voor pubers dus normaler geworden. Maar als het daarna uitgaat met je vriendje of met je vriendinnetje en die gaat de foto's uit wraak verspreiden, dan wordt het vervelend. En dat is best veel jongeren overkomen. 6% van de jongens en 14% van de meisjes zegt dat ze een nare ervaring met sexting hebben gehad. Het is dus een heel beschadigend voor slachtoffers, maar ook voor de daders. Als je ervoor veroordeeld wordt, heb je namelijk levenslang een strafblad. Justitie besluit daarom zelden om tot vervolging over te gaan. Maar om de daders er toch niet zomaar mee weg te laten komen, heeft Stichting Halt nu een soort straf bedacht die opgelegd kan worden. Is het beste idee dat jij kon verzinnen om die foto van Teun online te zetten? Wat ja, doet het er toe wie die foto online heeft gezet? Dat doet er wel degelijk toe. Scholieren kijken naar een toneelvoorstelling over sexting. Zelf zeggen ze dat nooit te doen, maar ze begrijpen wel waarom jongeren naaktfoto's en filmpjes naar elkaar toesturen. Dat je het dan gewoon op je telefoon zelf hebt en, en dat je niet maar één keer ziet, maar je kan het zeg maar als ik het nu binnenkrijg, dan kan ik het morgen, overmorgen weer zien. 90 weet wel dat er een kans is op dat het uitlekt of dat het op internet komt, maar ze doen het alsnog. En dan is de puberwereld keihard. Weet ook Floor. Dat is niet haar echte naam. Een jongen verspreidde een foto van haar blote borsten. Toen uh, werd ik heel vaak aangesproken door mensen. En uh, dat ze het dom vonden van me. En dat ik, uh, dat ik eigenlijk best wel een slet was. En ik was heel boos en verdrietig. Daders kregen tot nu toe soms taakstraffen. Maar met een speciaal programma hoopt Stichting Halt ze meer te leren. Door gesprekken te voeren. Onder andere met het slachtoffer. Maar het zelf ervaren. En het zelfs zien wat jij het slachtoffer hebt aangedaan, zorgt ervoor dat je uh, echt een goed beeld krijgt. En daarnaast moeten jongeren thuis ook opdrachten maken dat veel meer ingaat op wat zijn nou regels over veilig en respectvol online gedrag. Wat zijn de gevolgen geweest voor, uh, voor het slachtoffer en hoe kun je in de toekomst anders reageren als je bijvoorbeeld te maken hebt met groepstruk. Dag na dag zie ik honende gezichten. Het OM stuurt jongeren alleen door naar Halt als het slachtoffer niet bijvoorbeeld ook gechanteerd is of bedreigd. En toch vinden sommige jongeren het veel te soft. Ik vind het geen gepaste straf. Ik denk dat het hoger moet. Ik denk een geldboete of een celstraf. Maar een veroordeling is vaak te ingrijpend, vinden zowel justitie als halt. Deze jongeren uh, wil je gewoon eigenlijk niet onnodig het strafrecht intrekken. Zeker omdat het formeel uh, valt onder kinderporno. En dan heb je een zedenaantekening voor de rest van je leven. Ook Floor denkt dat zo'n programma bij HALT vaak beter is. Ik denk wanneer je echt het probleem aanpakt. en wanneer je die uh, jongeren laat nadenken over wat ze hebben gedaan. en zich oprecht schuldig gaan voelen. dat, dat je er veel meer mee bereikt. Ja. Op onze website vind je tips om te voorkomen dat sexting uit de hand loopt.